Het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van LVV en de kustwacht hebben gisteren een driedaagse visserijinspectietraining afgesloten. De kustwachters en visserijinspecteurs hebben informatie gehad met betrekking tot het controleren van visserijactiviteiten op zee. Verder is de kustwacht kennis bijgebracht om visserijinspecties correct en efficiënt uit te voeren. Gedurende de training kregen de participanten informatie over visserijvergunningsvoorwaarden, visserijtypes, herkenning van vissoorten, wetgevend kader en toegestane vangstmethoden. Kolonel Jerry Slijngaard, directeur van de kustwacht Suriname, gaf aan dat met de opgedane kennis het werk op zee resultaten zal opleveren ten voordele van Suriname.